De indicatoren dat de economie zich herstelt worden steeds beter. Dit vertelde financiënminister Stanley Raghubarsingh vandaag op een persconferentie van het ministerie van Financiën en Planning in verband met de IMF vijfde review mission. De bewindsman stelt dat de verwachting op een goede review van de IMF uitkomt. In de woorden van de president, ook met het IMF bespreken we hoe zo goed als mogelijk die macro-economische resultaten te vertalen naar stabiele, lagere prijzen. Stabiele koersen voor iedereen. Het feit dat het weer makkelijker wordt om te bouwen, om aan je dagelijkse spullen te kopen, je levensbehoeften te voorzien. De beleidszaken met het IMF zijn uitgediscussieerd. We praten niet meer over beleid, dat komt wel aan de orde, maar de beleidszaken, daar is overeenstemming over, waar we vooral heel veel aandacht aan geven in de resterende tijd van dit samenwerkingsprogramma, is uitvoering. En uitvoering bij de inkomsten, belasting en douane, uitvoering bij public sector reform, hervorming van de overheid, zodanig dat we een sterke overheidssector hebben met mensen die goed werken. De minister zegt dat er mogelijkheden zijn besproken binnen de laatste review van de IMF hoe de staatsinkomsten beter gemaakt kunnen worden. Hij stelt dat de hervorming van de publieke sector doorgang moet vinden. Er is verder staat op de agenda dat we moeten praten over elektriciteitstarieven. De gemeenschap weet dat wij vorig jaar, toen we probeerden de brandstofprijzen te subsidiëren, gesubsidieerd te houden, laag te houden, dat de hele economie in problemen bracht. De koersen deed stijgen, de economie in problemen bracht, in onrust. Dat op het moment dat we dat geregeld hadden, dat daarmee de brandstofvoorziening gegarandeerd was en dat daarmee ook rust was geschapen in de gemeenschap, maar ook in de koersen en in de prijzen. Een vergelijkbare situatie speelt bij elektriciteitstarieven. Dat is dus een van de zaken die we ook moeten uitvoeren. Raghubarsingh geeft aan dat de goede vooruitgang in de economie geen toeval is. Volgens hem waren goede communicatie en saamhorigheid de grootste bijdrage bij de totstandkoming van een betere economie.